Het is een van de meest geavanceerde imagingcentra ter wereld. Het Imaging Center op de VU Campus. Een werkplaats waar onderzoek, techniek en medische praktijk bij elkaar komen. Om nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor snellere en betere diagnose en behandeling. Een van die instrumenten is hogere harmonische generatiemicroscopie van de onderzoeksgroep van Marloes Groot. In 2012 kwam ik in contact met de neurochirurgen van het Amsterdam UMC. En zij lopen er dus tegenaan dat als ze opereren, eigenlijk opereren ze dan gewoon op het oog. Van dit ziet er slecht uit, ik denk dat dit tumor is. En het uitgesneden weefsel gaat naar de pathologieafdeling toe. En daar kunnen ze dan kijken van is de hele tumor eruit. Maar dat is pas de dag erna. Dus de feedback gedurende de operatie is wat hier mist. We hebben een nieuwe innovatieve microscopietechniek ontwikkeld, waarmee je dus een korte laserpuls met van rood licht wat diep doordringt in het weefsel, focuseert op dat weefsel. En in dat weefsel zelf, daar starten allerlei processen. En die leiden ertoe dat wij 3 signalen terugkrijgen, waarmee we dus hele mooie informatieve beelden kunnen maken, die eigenlijk alle informatie bevatten die een patholoog nodig heeft om een diagnose te stellen. En dat ook dus meteen, in real time. Dus waar nu 16 uur voor nodig is om zo'n plaatje te maken, kunnen wij dat in een seconde. We hebben het in eerste instantie uitgetest op hersenweefsel. Dus om te kijken of we tumorweefsel van gezond weefsel konden onderscheiden. Nou, dat werkte heel erg goed en het was zo succesvol dat we ook een bedrijfje opgestart zijn. En dat bedrijf heeft dus deze hele, wat eerst een grote optische tafel was, klein gemaakt. Zodat het nu op een karretje past. Dus we hebben nu eigenlijk een mobiel lab. Dus wij kunnen het apparaat weer net even beter maken. En dan rijden we het zo via dit gebouw, wat aan het Amsterdam UMC vastzit, de operatiekamer op. Sinds dit voorjaar hebben we nu ook een apparaat staan in het Prinses Maxima Centrum. Waar de pathologen erg graag aan de slag wilden met deze techniek. Om te kijken of dat ze dus nog sneller een eerste diagnose zouden kunnen leveren. Nou, we kijken nu ook naar longweefsel. Dus zowel voor tumorweefsel als interstitial lung diseases. Maar ook kijken we naar de schildklier. Daar is de vraag van, moet de hele schildklier eruit of kan de helft blijven zitten? Dat is een urgente vraag voor die chirurgen. Dus ja, elke toepassing werkt allemaal echt fantastisch. Wat we nu heel graag zouden willen doen, is deze techniek integreren in de punt van een naald. Zodat de chirurg die naald tegen het weefsel aan kan houden en hem helpen besluiten van, moet dit een stukje eruit of kan het blijven zitten? De proof of concept ligt er en we zijn klaar voor de volgende ontwikkeling.